Rolf Slotboom. Hi jongen. In de money. Ja, nou ja, je weet waarschijnlijk dat me nooit zo heel erg veel interesseert. Maar ja, in de money is niet slecht, klopt. Nou ja, je speelt toch wel om ver te komen? Ja, nou in dit veld, omdat het begint, de payout begint vrij, hoe noem je het, vrij flat. Dus dan probeer ik inderdaad meestal wel het geld te halen. En dan van daaruit me door te werken naar een goede stack. Dat lukte ook feitelijk. En dan speel ik niet om, weet ik veel, de finale te halen. Dan speel ik puur al nu om het toernooi te gaan winnen. Of in ieder geval een goede kans te hebben om het toernooi te gaan winnen. Dus eigenlijk zeg je wil gewoon geld halen. En zodra je eenmaal eigenlijk bij het geld zit, ga je ervoor om eerste te worden of niks? Nou, gedeeltelijk is dat zo. Het hangt een beetje af van de stack natuurlijk. Kijk, als ik gewoon een redelijke stack al heb, dan probeer ik al voor de bubbel door te beuken om nog meer te accumuleren. Nu was het zo van, nou, ik had niet zoveel. Ik dacht van ietsje rustiger aan. En toen, nou ja, ik heb super strak gespeeld de hele dag. Dus ik denk langzaam ietsje meer actie ondernemen. Gewoon om te winnen. Kijk, bedoel, ik zit hier niet om vliegen te vangen. Ik wil het bord. Ja, je kan een bord winnen. Ik wil een mooi bord. Je hebt het nodig voor thuis om van te eten. Ja, ja precies. Mooi bord. Ja. Nieuwtje vies nodig. Ja, precies. Ja. Wel een leuke dag gehad ook? Ja, het was heel erg superleuk. Weet je, eigenlijk zag ik dit een beetje wel als mijn toernooi. Ik ben vrij goed in limit. Het veld over het algemeen is vrij zwak in limit. Nou hebben we niet zo heel veel chips. Dus het is, nou ja, je hebt niet heel veel ruimte om te spelen. Maar goed, ik denk dat ik gemiddeld toch limit een stuk beter speel dan de meeste spelers. En ik dacht van nou, mooi naar vorig jaar om meteen met een bang te beginnen, weet je. En het is een redelijk geluk natuurlijk. Ik bedoel, wat ben ik geworden? 14 of 15 of zo. Dat is natuurlijk eigenlijk heel goed. Maar dat zei je vanochtend al. Je zei van limit is een beetje mijn toernooi, dus ik ga het wel proberen. En eigenlijk heb je de hele dag een leuke stack gehad. En nou, ik ben wel altijd beneden gemiddeld geweest hoor. Je bouwt het gewoon mooi op. Het ziet er heel mooi uit. Feitelijk, het was nooit echt heel veel. Ik ben ook nooit echt in de problemen geweest. Maar ik heb heel vaak een stack gehad van die maar tussen de 8 en 12 big blinds was. Dus eigenlijk niet zo heel veel. Altijd beneden gemiddeld. Maar goed, dat vind ik nou zo erg. Ik ben goed met een kleine stack. Dus dat, ik vind het helemaal niet zo erg. Iedereen kijkt altijd van dit is het gemiddeld en dat wil ik hebben. Mij maakt niet zo uit als ik beneden gemiddeld ben. En morgen ga je er weer voor? Ik weet niet eens, wat is het voor morgen van het toernooi? Morgen is het 200 no limit. Met unlimited rebuy zeker? Ja. Ja, dat is natuurlijk geen toernooi. Dat is rammen en een beetje erin gooien. Maar vind ik ook leuk. Ga ik ook mee. Proberen. Ja, natuurlijk. Ik wil je wil het bord. Ja, je moet thuis eten. Het is vies. Maar dit is een lastig toernooi. Hè? Ja. Eigenlijk, dit toernooi van vandaag is wel een mooi toernooi. Want het is maar één rebuy. En daar zit toch wel een hoop skill in. Want je kan je niet eventjes in het toernooi rammen. Weet je, als een gek. Dus daar wordt wel wat van je gevraagd. De toernooi morgen is natuurlijk wel een andere zaak. Ja, dan gaat iedereen all-in totdat ze wat hebben. En precies, dan zie je 15 of 20 mensen die gaan zitten met een heel stapeltje van honderdjes. En die kopen zichzelf 14, 15 keer in. Mooi voor de prijzenpot natuurlijk. Maar het betekent wel dat als je, zoals ik, nou ja, ik wil niet als je hebt vandaag een paar rebuys gewonnen. Ja, maar ja, zo denk ik niet. Nee, absoluut. Succes morgen. Thanks, en de rest van de week. Thanks. Spreek je snel weer. Rolf Slotboom.